Oké, we gaan omrekenen van graden naar radialen. Dus van graden omrekenen naar radialen. Nou, wat hadden we net bedacht? Als we een cirkel hebben, assenstelsel er doorheen, dan is 1 radiaal is de hoek waarbij de boog, die je hier aftekent, even lang is als de straal van de cirkel. Dus de boog is gelijk aan de straal. En er ontstaat hier een hoek alfa en dat is dan 1 radiaal. Dat is het idee. Nou, waarom hebben we dat, is dat nou bedacht? Nou, graden is eigenlijk een zestallig telsysteem. Je gaat van 0 naar 360 graden. Nou, dat is niet makkelijk. Terwijl die radialen past gewoon heel goed in ons tientallig telsysteem. Dus vaak is het makkelijker rekenkundig om met radialen te werken. Nou, wat weten we nou van dat cirkeltje? Ik heb hier 0 graden, 90, 180, 270 en ik heb hier 360. Nou, in de navigatie is dat natuurlijk anders, want dan is het noorden is 0 en dan reken je rechtsom. Nou, dat kan wat verwarring wekken. Als we nou gaan rekenen naar radialen, dan zeggen we eigenlijk, nou, het gaat niet om de hoek hier, maar het gaat een stukje van de omtrek. Nou, de omtrek van een hele cirkel is, als ik hier terug ben, 2 pi r. Nou, laten we die cirkel nou een straal geven van 1, de eenheidscirkel, dan is die omtrek dus 2 pi. Oftewel, een schemaatje maken. 360 graden is hetzelfde als 2 pi. Nou, dan is 180 graden is hetzelfde als pi. Dan wordt 90 graden wordt dan, ja, pi gedeeld door 2, hè. Dus die zit hier, pi gedeeld door 2. Dan heb ik, 45. Dat is dan 1 vierde pi. Dan wil ik graag naar 30 graden. Gaan we kijken, dan moet ik 90 delen door 3. Dan ga ik die ook delen door 3. Krijg ik pi gedeeld door 6. Andere mensen zeggen, nee, vind ik niet makkelijk. Je kunt beter zeggen van, ik heb hier 1 pi. 180 delen door 30 is 6. En dan heb ik hier pi gedeeld door 6. Nou, mag beide. Nou, in dat geval weet ik natuurlijk ook hoe groot 60 graden is. Dat is pi gedeeld door 3. Nou, zo kun je eigenlijk heel veel hoeken kun je gaan omrekenen tussen graden en radialen. Als je nou de sommetjes gaat maken van hoofdstuk 17, zullen ze niet allemaal zonder rekenmachine lukken. De meeste wel, maar niet allemaal. Oké, omrekenen van graden naar radialen.